Hallo iedereen en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag spelen we weer Pokémon. En vandaag spelen we Pokémon Let's Go Pikachu. Ga weg, Rattata, rot op. Ik word al de hele tijd gestalkt door deze Rattata. Ai. Jongens, dit is de eerste video in het nieuwe jaar. Het is gewoon de allereerste Let's Play die ik opneem. En het is vandaag 1 januari 2020. Dus allereerst, jongens, van harte gefeliciteerd. Nee. allereerst wil ik jullie allemaal een gezond, gelukkig 2020 toewensen. En ik hoop dat jullie een hele leuke avond hebben gehad. Voor mij is het nu 2:15. Dus het is eigenlijk zeg maar 2 uur en een kwartier na nieuwjaar. Ik heb niet heel veel gedaan. Gewoon een beetje rustig. Familie, dit en dat. En een film gekeken. Lord of the Rings. Die begon om 8:30 bij Veronica. Die was om 2:30 klaar. Dus ik ben nu eigenlijk nog een klein beetje klaar wakker. Ik weet niet wanneer waar ik ben gebleven. Wat ik heb gedaan in de afgelopen video's. Maar weet je wat? We doen het gewoon. We gaan gewoon verder spelen. En wat? Oh, sure. We krijgen een Bulbasaur. Ik weet niet waarom. Maar jee, Bulbasaur. Grass and poison. Ik vind Bulbasaur wel cute. Oké, doei. Bedankt voor de Bulbasaur. Maar zoals jullie kunnen horen, waarschijnlijk af en toe op de achtergrond, is het nieuwjaarfeestje nog bezig bij ons in de buurt. Je hoort nog allemaal knallen. En allemaal booms en reddiketets en weet ik het wat allemaal. Het is echt nog gewoon bezig. Het is 2:15. En het is gewoon nog steeds een party. Normaal is het hier zo rustig. Vandaag, ja. Vorig jaar was ik dan bij mijn vriend. En ja, toen lagen we om 2 uur op pitten, geloof ik. Wat een stom team hebben wij, zeg. Nou ja. Yes, thanks man. Oh ja, wat doe jij? Pretty sure that Pikachu can learn a marvelous move that I developed. Do you want me to teach a marvelous move to Pikachu? What do you say? Sure. Zippy zap. Laat even in de comments hieronder weten wat jullie hebben gedaan met het nieuwjaar. Hebben jullie een leuke avond gehad? Hebben jullie een leuke dag gehad? Tell me, you can do that. Of zo. Wat zal ik weghalen? Wat doe jij? Thundershock. 4000. Thunderwave. Ja, we halen Thunderwave weg. Want we hebben er toch niks aan. Anyway, first ever video of the year 2020. En het is Let's Go Pikachu. Kom op, Pikachu is geweldig. Dus waarom starten we het nieuwe jaar niet met Pikachu? Even kijken. Ik heb de 31ste gisteren. Nou ja, voor mij een aantal uur geleden. Dus vanmiddag. Een video geüpload. Dat was de laatste video van 2019. Oh, wat een leuke dingen. Ik heb trouwens geen idee wat al deze mensen zeggen. Maar nou en. Ja, dat was de laatste video van 2019 en in die video heb ik alle Star Stable adventkalender codes op een rijtje gezet met de fotootjes eromheen wat je allemaal krijgt op welke dag. Nou, het staat niet bij op welke dag je ze krijgt, maar sure. Ik heb vast wel ergens een Rattata. En ik haat de Rattata. Dus vergeet niet alle codes in te wisselen. In ieder geval voor aan volgende week woensdag, denk ik. Ik weet niet tot hoe lang je ze dan in wisselen. Maar er zitten een paar hele gave cadeautjes tussen. Onder andere 300 starcoins en een kat. Was het een kat? Ik heb geen idee. Maar ja, ik zal wel een linkje in de beschrijving hier beneden zetten naar die video. Zodat jullie alle codes nog een keer kunnen zien. En kunnen kijken of jullie alles al hebben gehad. Dus bij deze, ik wil niet met die man praten, want dan moet ik weer met iemand lopen. En ik ben toch niet aan het opletten.
Ik heb al met jou gepraat. Nee, ik wil niet nog een keer met jou praten. Ga weg. Wat is er, Mankey? Sure. Heb ik nou gewoon op 500 geklikt? Damn, bitches. Oh, sorry, taalgebruik. Dat heeft niemand gehoord. Het is fijn dat je vrolijk bent, Pikachu. Mankey, wat is er? Ja, wat is het dan? Ja, dat kan. Laat me rust. Oh, cute. Over cute gesproken, onze katten die raken echt helemaal in de stress. Had ik ook gedaan, dude. Goed, goed gedaan. Kan ik dit al? Nee. Volgens mij moet ik dat ergens in een huis vinden. Ik heb geen idee, ik ga gewoon elk huis in. Met dit spel moet je echt gewoon iedereen aanspreken. Ik weet niet waarom. Oh, wacht, volgens mij weet ik al wat ik de laatste video heb gedaan. Toen ging ik... Nee. Ik kwam naar deze stad toe, dat weet ik dan weer wel. Ik bedoel, anders zou ik hier niet zijn op dit moment. Denk ik. Maar ik weet mijn god niet... Waarom hoor ik geen geluid trouwens? Gamegeluid het uit. Nu staat gamegeluid aan. Zo. Heel vreemd. Dat ik daar nu pas achter kom. Ik ben wel een beetje moe, dus als ik een beetje overkom alsof ik dood ga. Dat is mogelijk. Ik heb net mijn hoofd gestoten tegen de tv, want ik zocht mijn Nintendo Switch ding waar ik mijn controllers in kan stoppen. Zodat ik een controller heb, zeg maar. Met mijn twee Wii, met mijn twee Switch remotes. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het zal allemaal wel. Maar die zocht ik en ik dacht dat hij onder mijn tv-kast lag. Maar nee, en toen stootte ik mijn hoofd tegen de tv. Dat is het. Ik heb Pokémon. Ik ben al sinds 8 uur wakker, hè. Om 8 uur ging mijn wekker. Dat is een leuk verhaal. Gisteren, dus de 30ste, toen ging ik naar de kruidvat, want mijn vriend wilde roessiroop. Goed, dus heb ik dat. Weer, level 20. Yay. Anyway, ik ging naar de kruidvat voor hoessiroop. En toen kwam ik natuurlijk terug met alles behalve hoessiroop. Nee, ik heb wel hoessiroop meegenomen. Maar ik heb heel veel andere spul gekocht. En daarna ging ik naar de Albert Heijn. Want ik wilde naar de Albert Heijn. Ik wilde een pakje gehakt halen. Ik denk, ik ga spaghetti eten. En het is voor mij allemaal gisteren, weet je? Het is 30 december. Dus het is, als deze video upload wordt, is dat 2 dagen geleden, want het is nu 1 januari. Maar voor mij is het gisteren, want ik heb nog niet geslapen. Dat is bij mij altijd zo. Het is eigenlijk eergisteren, maar ik ben nog niet naar bed geweest. Dus het is gewoon gisteren. Gisteren. Sorry voor deze interessante... Interessante shizzle. We gaan Zippy Zap uitproberen. Maar dus toen ging ik naar de Albert Heijn, want ik wilde gehakt hebben. Nergens te vinden. Geen gehakt, niks. Oké, prima. Volgende winkel. Ik fietsen naar het andere winkelcentrum. Ga ik naar de Aldi. Nee, niet naar Aldi. Naar de Lidl. Ik ga naar Lidl. Geen gehakt. Ik loop naar de overkant. Ik ga naar de Jumbo. Heb ik gehakt. Maar het is zo freaking druk. Het was echt niet normaal. Het was rond 3 uur. 3 uur in de middag ergens. En het was echt gewoon... Ik weet niet of jij dat mag. 90. Doe maar... 90 volt. Door of quick attack. Ja. Ja. Het was echt gewoon... Freaking druk. 3 uur in de middag. God, van hot naar her gefietst. Eindelijk maar gehakt.
Nou, helemaal mooi. En ja, toen ging ik naar huis. Maar ik wilde eigenlijk boodschappen gaan halen gisteren. Dat heb ik niet gedaan. Want, dat was niet moeilijk. Ik ben fansgirl. Wegwezen. Ik weet niet wat stelroek is, maar dat merken we vanzelf. Ja, ik wilde dus eigenlijk gisteren boodschappen gaan halen. Maar 's ochtends zijn we er niet aan toegekomen. En toen moest mijn vriend gaan werken. Nou, ik ben met de fiets gegaan. Anders had ik sowieso geen parkeerplek meer voor de deur. Nou, toen kwam ik thuis, was er nog genoeg parkeerplek. Maar ja, het gaat om het idee. Dus toen dacht ik van, weet je, oké, prima. Ik ga morgenochtend, dus vanochtend, mijn wekker vroeg zetten. Ga ik 's ochtends boodschappen halen. Kan ik allemaal dingetjes doen. En dan ben ik gewoon klaar voor de rest van de week. Dus ik boodschappen gehaald. Nee, om 8 uur ging eerst... Ja, sorry jongens, dit is even een recap van mijn laatste dagen van het jaar. Ik ging oliebollenbeslag maken. Ik was om 8 uur wakker. Toen ben ik even wakker geworden. En toen ging ik oliebollenbeslag maken. Zie je het al voor je? Om 8:15. Kijk, oliebollenbeslag maken. Ja, het moest 45 minuten reizen. Dus ja... Dus ik had beslag gemaakt, aangekleed, naar de Jumbo. Het was heerlijk rustig. Het enige minpuntje was dat er zoveel oude mensen liepen. En ze liepen de hele tijd in de weg. En als ik boodschappen doe, wil ik eigenlijk gewoon het liefst zo gauw mogelijk weg. Want ik haat boodschappen doen. Het is altijd maar zo druk. En iedereen staat in de weg. En iedereen loopt tegen je aan. En ik kan er niet tegen dat mensen tegen me aanlopen. En het is niet zozeer dat ik... mensen haat. Ik haat drukte. Ik haat het als er heel veel mensen om me heen staan. En ze in de weg lopen. En lopen ze niet in de weg. Maar ik vind dat ze in de weg lopen. Omdat ik ergens niet bij kan. Of ik neem een scherpe bocht naar rechts. En daar staat oma Truus. Hoppakee. Hoorden jullie die? Dus weer een illegaal rotje de lucht in. Ik ben blij dat ik niet buiten gewoon ben trouwens. Maar ik hou gewoon niet van drukte. Dat is het moraal van het verhaal. Dus ik ging om 9 uur boodschappen doen. Het was lekker rustig. Alleen nog al die oudjes die waren vervelend. Ja joh, prima. Doe dat. Het zal allemaal wel. Maar ja, daar ging ik oliebollen bakken en appelflappen bakken. En lumpia's maken. Toen ben ik naar mijn oma gegaan en daarna heb ik echt helemaal niks meer gedaan. Ik heb een lumpia gebakken. Ah, ik heb gedoucht. Daarom heb ik een lumpia gebakken. Hoe heet dat? Ja, en daarna ben ik eigenlijk op de bank gaan zitten. En ik heb films gekeken en dit en dat. En toen was het ineens 12 uur. Mijn vriend is aan het werk. Dus die belde me om 1 minuut voor 12. En toen hebben we eigenlijk afgeteld. En Happy New Year! En daarna heb ik een uur met mijn moeder aan de telefoon gezeten, want die zit in Spanje. Dus die zijn er niet met oud en nieuw. Lekker rustig zou je zeggen, maar het is toch een beetje vreemd, want mijn broer ging om 10:30 ook weg. Dus dit was mijn allereerste oud en nieuw waar ik eigenlijk helemaal alleen was. En weet je, het is op zich... Het is gewoon een dag, weet je, het is gewoon een avond, klaar. Het is gewoon een ieder andere dag. Net als 31 oktober naar 1 november. 31 augustus naar 1 september. Dus aan de ene kant lekker boeiend, weet je. Aan de andere kant, het is toch weer een dag waar iedereen gezellig met z'n allen is. Maar weet je wat, af en toe gewoon zo'n dagje rust is af en toe ook wel lekker. Ik word oud. Jullie denken nu natuurlijk, mens, houd je smoes. Waarom praat je nog zoveel? Het is ondertussen 2:30. Ik moet eigenlijk voor 3 uur in bed liggen. Maar zou dat gebeuren? Nee, dat wil ik niet. Ik hou Pikachu. Want Pikachu is awesome! Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie van jullie... Het is nu dus 2:30 s'nachts, hè. Dus 2:28 op 1-1-2020. Laat even in de comments weten wat jij op dit moment gedaan hebt. Wat jij op dit moment, ja, aan het doen was. Lag je te slapen?
Was je nog buiten met familie, vrienden? Ben je uitgegaan? Lag je te slapen? Kijk, ik zou nu eigenlijk ook willen slapen. Maar ja, weet je. Waarom slapen als je de allereerste video van 2020 kan opnemen? 2,5 uur. Nou ja, 2 uur nadat het nieuwe jaar begonnen is. Dat doe je toch gewoon niet. En kijk, nu is het is zo rustig hier. Ja, buiten is druk. Maar het huis is zo rustig. En ik hou ervan als het rustig is als ik opneem. Ik heb al zo lang niet meer zoveel gepraat. You got a skate badge. Dankjewel, Misty. Je bent niet zo goed. Ik ben wel echt in slaap aan het vallen. Top man, doei. Wat hebben jullie allemaal voor kerst gekregen trouwens? Ik ben benieuwd. Let me know. Wat waren jullie kerstcadeautjes? Daar ben ik heel benieuwd naar. Mijn kerstcadeautjes waren, ja, ik heb echt heel veel drank gekregen. Maar ja, drank, het is gewoon een standaard gift. Verder heel veel chocola, want ja, oma is een feeder. Van mijn ma heb ik, van mijn ouders, heb ik nog meer drank gekregen, nog meer chocola en handschoenen. Met van die dingen aan je vingers, dat je gewoon kan... Dat je gewoon je telefoon kan gebruiken. Maar dat je wel nog steeds lekkere warme handjes hebt. Ik ga toch maar met Mr. Kane praten. En van mijn vriend heb ik The Legend of Zelda Link's Awakening gekregen. Voor de Switch. Want die had ik nog niet. Maar nu wel. En ik heb de afgelopen paar dagen echt heel veel gespeeld. Sure. You know, go volcano. Wauw. Dat is echt goede informatie, man. Weet je welke Pokémon ik wil? Een Nidorina. Ik wil een Nidoqueen. Volgens mij krijg je dat alleen maar door te ruilen. En ik wil niet ruilen. Ik kan niet ruilen. Ah, ik heb wel Switch om. Ik heb wel een online abonnement afgesloten. Ergens deze maand. Voor een jaar. Hebben jullie nog meegedaan met de Nintendo Advent Calendar trouwens? Dat was van 1 tot 24. Nou ja, ik heb niks gewonnen. Maar ik heb wel elke dag trouw meegedaan aan de Advent Calendar. Het is eigenlijk ook wel sad dat ik niks gewonnen heb. Maar ja, weet je, het is gewoon luck of the draw. En ik heb nooit geluk. Jongens, ik blijf maar gapen. Zullen wij trouwens Bulbasaur in ons team doen? Laat het even weten in de comments. Ik wil niet onze tas. Ik wil onze party. En dan... Pokémon box openen. We hebben een Oddish. Waarom hebben we een Oddish? Ik wil jou summary. Oddish is grass and poison. Kijk, ik vind Oddish niks. Dus we doen Bulbasaur in ons team. En dan hebben we Beedrill. Maar wat is Beedrill? Ik wil sowieso een Arcanine. Want ik hou van Arcanine. Dus Bug and Poison. Kijk, een Beedrill is natuurlijk super awesome. Maar ik heb al Poisons Pokémon. Mankey is een Fighting type. Clefairy, Chansey,
Sense Ruby. Wacht, wat is deze... Deze beest. Dit is een... Radata. Dark and normal. Takes plenty of siesta. We doen hem ook in onze party in set of Beedrill. Helemaal top. Helemaal top. Lego. Ik wil ook een Prime Ape. Hoi. Wel oké. Okay. Ja, dat kan. Tot ziens. Mankie, wat doe je? Ja, dat is leuk, maar nee. Maar je moet dus zeker gaan vechten met mensen, of niet? Ja. How exciting. Peter's five trainers win a fabulous prize. Think you got what it takes. Voor nu 5 trainers? Waarschijnlijk niet. Ik doe Bugcatcher Kel en dan hou ik het lekker voor gezien. En dan ga ik lekker mijn wedge in. En dan wil ik jullie allemaal nogmaals een gigantisch, geweldig, goed nieuwjaarwerk wensen. Mogen jullie al jullie dromen uitkomen voor 2020 en alle andere jaren. En maak er gewoon een party van. Want weet je wat ik altijd zeg? My jam, als ik gezopen heb met mijn matties. Liever te dik in de kist. Dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Ja, dat dus. Je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Dus why the hell ga je niet gewoon naar dat feestje toe? Pikachu, waar ben je? Pika, pika. Pikachu. High five. Oh my god, we're high-fiving. Pika pika, low five? Hij flashte me! Zagen jullie dat? Pikachu flashte me. Oeh, hij wilde een low five en toen zei hij too slow. High five, low five, high five. High five. Hij is zo adorable. Oké. Gaan we nu gewoon even kijken. Of er wat in onze battle pocket zit. Nee. Candy Jaw. Oh, dat is wel handig. Ik heb Pikachu. Leveler, jongens. Hoehoe, dat wil je niet weten. Pikachu wordt echt gewoon onze baas, wordt het. En ik wil een Bulbasaur. Ik heb een Bulbasaur. Ik wil een Squirtle. Voor Pokémon level 30 or higher. Nou. Ja, HP. Dat is altijd handig. Ik wil een Squirtle. Want ik wil een Blastoise. Want ik vind Blastoise... amazing. Jongens, kan ik er niet gewoon 20 tegelijkertijd geven? Waarom moet het moeilijk? Liever te dik in de kist. Ik wil ook even een Mankey. Want ik wil een Primeape. Doe hem tot 30 en dan ga ik weer terug naar Pikachu. Top! Pikachu wordt een killing machine, jongens. Ik moet trouwens ook echt even wat aan mijn team gaan doen, want die levels zijn echt veel te langzaam. Niet te langzaam. Oh, niets voor. Nou, dan geven we hem aan Mankey.
Toppie. Level 60 or higher. Level 30 of higher. Nou, dat hebben we niet. Wat was dat? Stardust. Power up pocket. Heb ik niet. Clothing Frank. Ik heb nog geen andere outfits. So sad. Oké, ik vind hem helemaal prima. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het saven. We hebben gesaved. En jongens en meisjes, dames en heren, dan houd ik het voor vandaag voor gezien. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vonden jullie deze video nou niet leuk? Doe dan ook een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. We zitten op het moment op 44. Dat is een mooi begin van het nieuwe jaar. En laten we gewoon dit jaar een doel zetten voor 500. Ik denk niet dat we het gaan halen. Maar wie weet. Oké, ik ben positief. Positiviteit leidt tot positiviteit. Jongens en meisjes. Hele fijne jaar. Wisseling is al gebeurd. Een heel fijn jaar te gewenst. En tot de volgende keer. Laters.